En dan, in de provincie Brabant proberen partijen al maanden een coalitie te vormen. Krijgt Forum voor Democratie dan toch een volwaardige plek in het provinciebestuur? Het lijkt in Noord-Brabant te gaan gebeuren. VVD, CDA en Forum gaan door met de besprekingen over een nieuwe coalitie. Ja, Forum voor Democratie komt misschien in het provinciebestuur van Brabant. En daar is bij het CDA niet iedereen even blij mee. Die zijn weer bang voor dezelfde taferelen als in 2010... toen het CDA met de PVV wilde gaan regeren. Hier, angst voor het PVV-spook zit nog altijd diep bij het CDA. Nou, PVV-spook... We hebben het wel over Fleur Agema, hè? Even een beetje... Ik was trouwens vorig jaar met carnaval verkleed als PVV-spook. Hier. Dat was niet... Ja, dat was niet zo'n succes, nee. Nee. Ik ga volgend jaar gewoon weer als moorkop. Krijg je toch minder gezellig. Maar die formatie in Brabant loopt dus moeilijk. Onder andere door een relletje in de landelijke politiek. Door deze tweet van Thierry Baudet. Voor iedereen die heeft vastgezeten op een cruiseschip. Even snel. Wat was er aan de hand? Nou, Baudet twitterde dat twee dierbare vriendinnen van hem ernstig lastig waren gevallen in de trein door vier Marokkanen. Nou, die vier Marokkanen die bleken drie controleurs van de NS en een politieagent in Burger die kaartcontroles hielden in de trein. En vervolgens kwam Baudet na een paar dagen radiostilte met een statement. Er is een hele nare situatie geweest op vrijdagavond. Ik heb daar op gereageerd. Te snel en te stevig, dat heb ik ook aangegeven. Ik heb rechtgezet wat er rechtgezet moest worden. Ik denk dat we genoeg hebben stilgestaan bij de fout die ik heb gemaakt. Nee, daar ga jij niet over. Nee. Nee. Nee, want die tweet die achtervolgt hem nog steeds. Net als jij hier verder daar. Nee, maar dat vind ik nou net iets te makkelijk. Want op zich heb je deze kwestie. U beschuldigt dan een groep vervolgens. Maar dan lijkt het me logisch als dat verhaal niet klopt. Dat hij dan ook gewoon uw excuses aanbiedt. Ik zou niet weten aan wie. Ja, en hier, ja... Maar hier heeft Baudet wel een punt, want hij heeft net zelf vier Marokkanen verzonnen. He, je kan toch niet je excuses aanbieden aan niet bestaande figuren? Toch? Ik probeer zelf al jaren sorry te zeggen tegen Xantilla de superbeep. Die heb ik zelf bedacht toen ik in mijn hoogslaper lag, toen ik 12 was. Ik dacht, sorry Xantilla, ik zal het nooit meer 400 keer doen. En... Vies grapje. En deze week was Jair er nog steeds niet klaar mee, omdat die Brabantse formatie dus nog steeds niet rond is. Denkt u misschien nu die formatieonderhandelingen bezig zijn, misschien iets minder twitteren? Weet je wat mij vooral verbaast? Dat niemand vraagt hoe het nou met die meiden is, naar wat ze hebben meegemaakt. Dat is wat mij verbaast in de hele discussie. Niemand even vraagt hoe is het met ze. Ja, omdat ze gewoon in de trein hun kaartje moesten laten zien. Ik ben met de trein gekomen. Och meid, ga zitten. Hier heb je zo'n deken van aluminiumfolie en een natte spons. Gaat het? Maar ja, hier is ook de rotste niet. Hij is niet de beste, maar ook zeker niet de rotste. Niemand even vraagt, hoe is het met ze? Nou, hoe is het met die meiden? Kijk. Nee, ja, ze zijn... Het gaat goed. Hier nog iemand met wie het nog steeds goed gaat. Joke de Blaak Geraerts uit Ulft. Ook onlangs gecontroleerd door de NS, maar het gaat wel weer, dankjewel. Gelukkig is er altijd nog de compagnon van Thierry Baudet, Theo Hiddema. Die zag die hele Twitter-rel ontploffen en die dacht... ik moet de mensen afleiden met een warrig statement. Hier, je kunt het ook zo zien. Dankzij Baudet is maar aangetoond dat niet alle relletjes iets te maken hoeven te hebben... met een mislukte multiculturele samenleving. En dat brengt ons bij de kijkersvraag van deze week. Wat? Stuur uw antwoord op een briefkaart naar Forum voor Democratie. Postbus 10116 1001 Engeklaun Amsterdam, afdeling Mantelzorg. De winnaar mag samen met een dierbare vriendin ongecontroleerd 2 weken lang interrailen naar en van Woerden. Maar goed, maar waar het nu om gaat, toch, is dat Baudet... Die probeert nu toch te profiteren van alle ophef. En want elke keer als iemand over die fout wilde beginnen... kwam hij toch gewoon weer terug op het punt dat hij had willen maken... als het wel had geklopt. Maar dat is natuurlijk niet de kwestie. De kwestie is dat er heel veel sprake is van intimidatie op straat... In de openbare ruimtes. De kwestie had ik op deze manier niet moeten twitteren. Maar het probleem blijft staan en daar moeten we ons hard voor maken in Nederland. Volgens mij gaat het om een aantal hele grote problemen in Nederland. Ja, maar zo werkt het niet. Althans, voor sommige FVD-aanhangers werkt het natuurlijk wel zo. De fout, vinden de FVD'ers, zit hem enkel in de onjuiste weergave van het treinincident. Met de inhoud van de boodschap was niets mis. Bedrijfskundestudent Van Dasselaar, het had gebeurd kunnen zijn.
Het had gebeurd kunnen zijn. En dat is dan ook het enige wat we zeker weten. Die vrouwen die zijn niet lastiggevallen door 4 Marokkanen. Maar het had dus wel kunnen gebeuren. En dat is wel leuk, want van die 4 Marokkanen die in die trein hadden kunnen zitten, daarvan hebben wij er eentje gesproken. Ja, ik zag ook wel van die tweet, ja. Ja, ik dacht, shit, nu ben ik de lul. Of althans, ik had de lul kunnen zijn. Als het was gebeurd en het waren Marokkanen geweest. Ja. Che Baudet staat natuurlijk voor een veel groter probleem in Nederland. Politici kunnen gewoon maar wat roepen. Neem bijvoorbeeld Gert-Jan Segers. Wat die allemaal had kunnen roepen. Hè? Is toch walgelijk? Oh, nou, kijk. Dit zijn die gasten met wie ik in de trein had kunnen zitten. Dat zijn mijn beste vrienden. Althans, dat hadden ze kunnen zijn. Ik ken ze verder niet, maar dat hadden we kunnen lachen. Hallo? Richard? Nee, ik denk dat je het verkeerd nummer hebt. Ja, klopt, ja, ik had Richard kunnen zijn. Oké, toch goed dat je belt. Als Thierry die tweet niet had verstuurd, dat had gekund, hè? Dat hij toch gelijk gaat. Snap je? Hoe moet ik dat uitleggen aan mijn kinderen? Ik heb geen kinderen, maar ik had ze kunnen hebben. Als mijn vriendin kinderen had gewild. Als ik een vriendin had gehad. Of een vriend, kan natuurlijk ook. Als ik geen Marokkaan was geweest. Ben ik ook niet trouwens, ik ben Egyptisch, maar het had gekund. Kijk, we hadden nu in een hypothetische situatie kunnen zitten waarin Nederland af had kunnen stevenen op een fictieve toekomst. Waarin eventuele dierbaren, al dan niet vriendinnen, lastig hadden kunnen worden gevallen in bijvoorbeeld de trein. Dat hadden we toch niet gewild moeten hebben met z'n allen? Wil iemand nog koffie? Of, ik heb geen koffie in huis, maar als ik gehad had, had ik hem dan gewild? Ja, we gaan weer een YouTube-abonnement op het kanaal van Zondag met Lubach weggeven. En de winnaar is... ik ben heel spannend. Jij! Van harte! Klik hier om je abonnement te activeren.